Yo, kijk eens een nieuwe video van GTA 5. En want een cam niet zoals normaal. Staat helemaal naar beneden. Maar in ieder geval, de ene kaart die, ja, de deur is veel lang, die is een wand of zo. Dus wat dacht ik? Ik ga gewoon eens even een. Gewoon een klein. Sowieso een beetje een update video'tje. Maar ook gewoon van. Zo wat de actie wat ik nu heb in GTA. Dat ik ondertussen ook dan ook zeg. Want sowieso wat ik op woensdag ga doen. Is hoe heet het? Is gewoon weer Fortnite. Ja. Ik ga weer Fortnite doen. Op woensdag. Omdat ja, dat is gewoon leuk of zo. Dat was zo. En nu ga ik beginnen met de eerste. En dat is een beetje de zinloze. Ik heb dit gewoon weer. Nu ga ik weer even beginnen met de auto's. Zowat wat ik hier heb staan. Ik ga er ook weer eentje maken van mijn facility auto. Maar nu eerst met deze. Dit is eigenlijk gewoon een beetje een zinloos scootertje. Ik vind die dag, dat is misschien zo'n scooter. Een beetje zo'n, waar dat die mensen op zitten. Maar ja, kijk hier, dit is de maximale snelheid. Dat had ik echt gedaan. Ik kan hem terug, ik kan hem nog verkopen. Misschien, maar hier heb ik niet echt veel aan of zo. Want die gaat niet sneller als dit. Dus, ik weet niet wel of je nog hebt. Ik wil die eigenlijk gewoon het liefst gewoon even verkopen een keer. Want ja, ik heb er niet echt veel aan. Dus. Maar ik dacht echt dat het een ander soort scooter was. En ik vond het gewoon even cool. Dat het een ander scooter heette, wat je maar al kent. Maar ja, die was het dus niet. Dus ik heb dat. En dan ga ik naar deze. Ja, deze heb ik gewoon een keer van de straat gepikt. Die had ik nu gewoon een keer van roleplay dus te doen, alleen ja, dat is nooit voorkomen. Alleen ik ga die nog wel eens doen, want dit is echt gewoon zo'n een auto, wat, dus een Amerikaans autootje. Dus een daarom, kijk hier kun je gewoon zo heel makkelijk weer instappen. Echt, dit is echt zo'n auto gewoon. Eigenlijk dan stop je zo en dan. Dus, maar in ieder geval gaan we het terugzetten. Maar misschien, ik ga het sowieso nog ooit doen, zo'n roleplay. Alleen, dan moet ik gewoon even kijken, ook even een goede dag voor uitzoeken. Of gewoon even. Als die andere ook kan. Dan ga ik naar de Ruiner. Maar die heb ik ook. Ja, toen had ik eigenlijk niet zo goed ja, GTA wist en dat. Toen heb ik deze auto een beetje van de straat afgepakt. Maar deze is wel eigenlijk fijn. Deze gaat niet echt langzaam of zo. En nu net zijn er allemaal mensen. Dus deze gebruik ik nog wel eens. Echt, ik gebruik deze nog wel eens. Moet even als ik echt snel heen wil. Dus dan heb ik er nog zo een, alleen ik weet niet waarom ik er twee heb. Ik kan die andere net zo goed even kapot rijden. Dat ik daarop slaan. Maar ik weet dan niet dat ik, waarom dat ik er twee heb. En dan gaan we naar de cabrio. Dat is gewoon een beetje een auto voor als ik. Voor als ik gewoon even zin heb in iets. Bijvoorbeeld gewoon even. Deze kan ik ook altijd nog. Deze kun je ook lekker gebruiken voor bijvoorbeeld zo'n roleplay zo. Dit zijn echt gewoon populaire dingen.
Deze kleur vind ik ook best wel vet en mooi. Dus, maar ik ga hem nu weer netjes terugzetten ook. Want daar zit best wel wat mannen in. Dus, maar in ieder geval, deze die vind ik ook best wel nice. Die gaat weer geparkeerd worden. En dan naar welke auto gaan we dan eerst? Naar de Torosso S. Of naar de Torosso of de Turismo R. Is die mooi? Of naar deze? Ja, deze ga ik denk. Eerst en daarna ga ik die andere mooi doen daarachter. En die. Dus en ik ga deze hier even iets uitleggen. Want dit heb ik gewoon gekocht omdat ik. Ja, die is vet. Maar ook, kom er door. Ja, voor degene wat ja, en zijn kanaal volgen, die weten dat, ja, dat hij een Lamborghini Joris heeft. En dat is deze eigenlijk. Het is gewoon een Lamborghini Joris. Ik had hem nog in blauw, maar dat kwam omdat ik toen dacht dat hij een blauw had. Maar ik wil hem eigenlijk wel naar het wit gaan doen. Dus maar ik ga hem nu weer netjes terugzetten, anders wordt hij kapot. Maar want ik gebruik veel auto's gewoon voor story mode. Of ik bedoel niet voor story mode, maar wat zeg ik nou, voor de roleplay. Die heb ik laatst gebruikt in de roleplay ook. Dus check zeker even die video. Link daar was het in de beschrijving en ook bij het i'tje. Dus check die dan zeker even. Waarom doe ik mijn motorkap in? En nu gaan we naar de Eikon de Vet. Daarna ga ik gewoon even auto's bellen, denk ik. Hier kun je echt gewoon. Hier moet je eigenlijk gewoon mee naar de stripclub gaan. En ik ga deze echt weer gewoon terugzetten. Want deze ga ik echt sowieso nog een keer gebruiken voor de roleplay echt. Want ja, dat kwam gewoon, dat zijn gewoon stukjes. En nu ga ik even naar buiten. Ja, ik heb dan nog twee fietsjes. Alleen ja, ik vind fietsjes niet uit auto's. En dan ga ik gewoon even. Ja, hier. Zien ik. Volgens mij moet hij wel echt veel. We staan er meestal daar. Nee, nu zet hij hier lekker even op het hoekje, lekker even. Hier waar iedereen er gewoon tegenaan rijdt. Heel fijn dit. Dit is namelijk de tweede die ik heb gekocht. In ieder geval, deze ga ik nu gewoon hier neerzetten. Dan heb ik me altijd bij voor roleplay en dat. Want daarvoor ga ik die dus gebruiken, want dat is ook een lekker mooie en mooie auto. Dus daarom. En deze rij ik er even uit.
In ieder geval, ik ga dus gewoon op woensdag, ook hoe ik zei. Ja, Fortnite weer uploaden. Daar heb ik gewoon zin in, want Warzone is echt in mijn nek. Ik ben nu. Bye bye. En nu ga ik even. Weer even een autootje bellen. Ik denk nu gewoon even uit mijn andere garage. Ik ga het niet allemaal trouwens bellen. Dat gaat echt veel te lang duren, de video. Through to your garage, you need me to bring you a ride? You're through to your garage, you need me to bring you a ride? Okay, I got stuff to do. Maar ik moet wel even iets verder weg. Oké, ik ga die gewoon even ontploffen.
Oké, maar ik ga dus denk ik toch maar hier de video afsluiten. Hopelijk even een blauw lichtje ziet je op mijn kanaal om video te plaatsen. Ik heb naast aan de nek om te zetten. Dat zeg ik zo altijd. Adios.